Pascal Eekhoorn is de beste wielrenner van Nederland. Hoe klinkt dat? Ja, vandaag hè. Dus... Ja, maar goed, je mag wel een jaar lang in die rood-wit-blauwe trui rijden. Wat betekent dat voor jou? Ja, dat is gewoon heel mooi. En het uiteindelijk door jullie bestempeld als topfavoriet en dan waarmaken is wel mooi. Ja, want vertel eens over die koers. Daan kwam van achteruit met veel sneller. Had je meteen het idee, oeh, hier moet ik mee zitten? Nee, maar we zijn natuurlijk met, ja, hoeveel man waren we toen? 12 man, 5, 6 van ons. Ja, dan weet je, er moet iemand reageren op elke uitval. En Daan was gewoon echt een hele goede move. En uiteindelijk reed ik er naartoe. En ja, Daan is gewoon ook iemand die altijd doorrijdt. En ook Bauke was op dat moment niet in koers. Dus ja, het was gewoon gelijk een hele goede samenwerking. En van achter hebben die man het perfect stilgelegd. Dus dat was wel gewoon een goede move om mee te springen. Wanneer ben je begonnen met dromen? Eigenlijk bij het ingaan van de laatste ronde wist ik wel. Want gewoon de situatie is zo goed, ook voor mij. Dat ze van achter er ook wel op kunnen vertrouwen dat ik het af ga maken. Ja, en ook gewoon de samenwerking was goed tot en met het einde. En daar reed, die voelde op een gegeven moment ook wel denk ik van, ja, de sprint gaat lastig worden, dus ik rijd ook voor mijn podium. En dat was wel mijn geluk. Ik zag op het podium je meezingen met het Wilhelmus. Dat zie je niet super vaak meer, maar je was aan de tekst vast. Ja, ik ken niet de hele tekst, maar... Het zijn ook al nogal wat coupletten. Ja, nee, maar ik denk dat het gewoon belangrijk is als je Nederlands kampioen werd. Het is toch mooi om voor je vaderland ook te rijden en ook met een WK is ook altijd een eer. Dus waarom niet? Jouw contract loopt af bij deze ploeg. Dan is het extra lekker zo'n Nederlandse titel, want je geeft daar wel een mooi visitekaartje mee af. Ja, inderdaad. En het is niet dat ik daar in mijn hoofd mee heb gekoerst. Het ging gewoon voor de overwinning, maar dit mission opent het wel perspectieven. Want wat zou jij graag willen? Dat ligt nog niet echt definitief en dat zijn we ook een beetje in gesprek met de ploeg. Maar ja, ik heb wel van de Giro natuurlijk geproefd. En ik zou wel graag grote rondes willen blijven rijden en dan voornamelijk voor etappes succes. Tot slot toch nog even terug op ons appcontact van gisteren. Ik zei ja, jullie bombarderen me in één keer tot topfavoriet. Dat ben ik helemaal niet, want ik heb corona gehad. Maar ben je een goede leugenaar of was dat echt? Nee, dat was echt, maar ik zat je eigenlijk gewoon een beetje te stangen omdat ik ook een beetje gestankt werd door iedereen dus. Niet gelukt in ieder geval. Nee, helaas niet. Hey, en nu, wat voor koersen komen er voor jou aan? En ja, is er ruimte voor een feestje vanavond? Ja, dat denk ik wel. Maar ik rij volgende week 2 juli al in Sibitour in Roemenië. En daarna is er wel een langere break gepland. Ook omdat er gewoon weinig koersen zijn. Ook, ik heb al veel koersen gedaan met Giro, half Zwitserland dan. En ook daarvoor wel veel gedaan. Geniet van Pascal, dankjewel. Top man.